hard aangespeeld. Dan stevig van de Saar, maar ook dit geen fout. En dan een goede schijnbeweging van Bezous. Heeft plots de ruimte. Doorpassen naar de Poitre. Overhoekschot van de Poitre en de goal. En zo 1-2 voor AA Gent. Hele goede schijnbeweging van Bezous. Daarbij van Horenbeek. Op die manier ruimte. En dan was het Zaaks om de bal op het juiste moment. Ja, dat heeft hij dit seizoen al genoeg gedaan. Het is nog maar zijn vijfde van het seizoen. Maar deze werkt hij uitstekend af. 5 minuten ver in de tweede helft. De eerste mogelijkheid voor AA Gent is meteen raken.